Maar zo'n verwijt, ja, dat vind ik, dat raakt mij, ik uh, kan het niet anders zeggen. Mevrouw Agra. Ja, het is ook de bedoeling, voorzitter, dat het de minister raakt. Want misschien gaat er dan ook iets, een radertje in zijn hoofd uh, draaien. Siebert van Lienen van het CDA, die minister die jongen heel goed kende, kreeg nul op rekest bij het landenconsortium hulpmiddelen. Ze wilden niet met hem in zee. Ze hadden andere partijen die ze betrouwbaarder achten. Ze hadden twijfels over de leveringszekerheid. En hij werd zelfs door een bewaker van het terrein afgewerkt. En daarna komt zijn CDA-partijgenoot Hugo de Jonge in verweer. En dan zegt ook nog iemand: schrijft iemand aan Uvo: Hugo, uh, Hugo, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Siebert. Het is zo klaar als een klontje dat de man die eruit werd gezet, eruit werd gegooid bij het landenconsortium hulpmiddelen van het CDA weer in beeld komt door CDA-minister Hugo de Jonge.